In deze reeks bouwen we samen met motorbouwer Koen de Deurwaarder een caféracer van A tot Z. In de vorige aflevering plaatste Koen de kabelboom en paste hij het nodige aan onder het zadel. Dus achteraan, onder het setje, is alles aangesloten. Alles zit mooi op zijn plek en zit vast, zo vlak mogelijk, zodat het zeker onder het setje past. Vooraan hoeven we eigenlijk enkel nog de verschillende connectoren van de twee stuurknopbedieningen die we al aangepast hebben, nog in te pluggen. En dan kunnen we eigenlijk verder met het tellertje. Die is ook reeds aangepast. Dan moeten we eigenlijk enkel nog twee beugeltjes voor maken, zodat we die op de kroonplaat kunnen gaan plaatsen. En dan kunnen we ook die aansluiten. Vooraleer Koen begint met het maken van de beugel, brengt hij wat schilderstape aan om de lak van de koplamp te beschermen. Dan bepaalt hij de exacte positie van de teller en neemt de maat om een mal te maken. Door de mal eerst op papier te maken, kan je makkelijk opnieuw beginnen indien nodig. We hebben nu het papieren malletje gemaakt van de beugel die we gaan maken, dus nu kunnen we die gaan overzetten op een stukje staal. Koen kiest voor staal van 2 mm. Zo is de beugel stevig genoeg om het trillen van de motorfiets op te vangen. Dit zal ervoor zorgen dat de teller goed leesbaar blijft tijdens het rijden. Eenmaal de beugel uitgesneden is, markeert Koen de positie van de bevestigingspunten met een doorslag. Op die markering boort hij dan de gaten met de kolomboor. Zo kan hij mooi recht boren. Aangezien de gaten redelijk groot moeten zijn, boort Koen deze op lage snelheid. Met een vingerzetbank kan hij de beugel makkelijk in de juiste hoek plooien. Eenmaal het metaal vastgeklemd zit, wordt het op de vooraf bepaalde plaatsen in een hoek van 90 graden geplooid. Zo krijgt de beugel zijn definitieve vorm. Koen past de beugel eerst eens op de kroonplaat, vooraleer hij de kabeldoorgang uitzaagt. Met een stiftslijper op luchtdruk werkt hij de scherpe kanten bij, zodat de elektrische draden zeker niet beschadigd raken. Dan is het tijd om de beugel nog eens te passen. Koen besluit om nog wat materiaal weg te nemen, zodat de beugel nog minder zichtbaar zal zijn. De beugel heeft nu zijn definitieve vorm. De scherpe kantjes worden nog weggeslepen met een lamellenfrees voor de beugel gespoten kan worden. Eerst komt er een primer op voor metaal. Als deze droog is, kan de zwarte lak er opgespoten worden. Beugeltje is ondertussen droog, dus dan kunnen we nu verder gaan met het monteren van de teller. Dat zijn heel belangrijke rubbers. De teller moet eigenlijk in rubber gemonteerd staan om trillingen tegen te gaan. Het is ook de rubber weer mooi op zijn plek, dan zit alles eigenlijk waterdicht afgesloten.
en dan kan de beugel met de teller op de kroonplaat vastgezet worden. Dus dan kunnen we de stekker ook in de koplamp gaan steken. Dan nog koplampglas zelf. En uiteraard het lampje erin. En dan kunnen we alles gaan dicht doen. Het elektrisch gedeelte is nu eigenlijk zo goed als afgerond. We hebben hier enkel nog twee draadjes over. Die zijn voor de klaxon die we hier vooraan bevestigd hebben. Die is eigenlijk net te kort. Dus die twee draadjes gaan we nog iets langer gaan maken. Nieuwe connectors opzetten en dan kunnen we gaan testen als alles werkt. Dus we gaan eerst een keer de oude tape gaan verwijderen. Die is precies ooit al een keer een ander stukje opgezet. Je ziet, de draad is ooit al een keer hersteld geweest. Hè. Dus kunnen we hem hier gaan afdoen en dan vanaf dit stuk eigenlijk twee nieuwe draadjes gaan opsolderen. Afwerken met een krimpcoat en dan zijn we zeker dat die ook goed zijn. Dit stukje draad uiteraard twee maal nodig. Daarom hebben we voldoende lengte om de klaxon correct te gaan monteren en aansluiten. Ook hier weer de isolatie gaan verwijderen. Koen beschermt alle onderliggende delen voor hij begint te solderen. Dan gaan we wat vloeimiddel gaan opbrengen. Dat gaat er eigenlijk voor zorgen, als we straks het in gaan aanbrengen, dat het mooi tot volledig in de kern gaat doorsmelten. Dan is het een kwestie van de voorverwarmde soldeerpunt te voorzien van genoeg soldeertin. Dankzij het vloeimiddel zal de tin zich in de draden verspreiden en zo de twee draden verbinden. Door er eventjes licht aan te trekken, weet Koen dat de verbinding goed is. Nog twee stukjes krimpcoat aanbrengen. En dan met warm luchtpistool de krimpcoat gaan opwarmen. Die zal krimpen en daardoor hebben we een volledig afgesloten verbinding. Om dit nu mooi te gaan afwerken, gaan we ook hier nog een stuk krimpcoat gaan opdoen. Dan zijn beide draden eigenlijk mooi weggewerkt. Dan hoeven we enkel hier nog twee connectors op te gaan plaatsen. En dan kunnen we die gaan monteren op de klaxon. Zo gezegd, zo gedaan. En daarmee is de elektriciteit helemaal klaar. Het was behoorlijk wat aanpaswerk met de nieuwe stuurknoppen, nieuwe teller, verlichting en zo. Maar nu kunnen we eindelijk een keer gaan testen als alles correct werkt en indien nodig hier en daar nog wat bijsturen. De verlichting. De remlicht werkt in ieder geval. De knippers werken ook, maar je ziet, deze blijven gewoon branden. Hè. Wat eigenlijk wel te verwachten was, de nieuwe verlichting is allemaal op LED. En we hebben uiteraard nog het oude type van knipperlichter erin zitten, dus die moeten we eigenlijk nog gaan aanpassen
voor een type led, een uiteraard led, verbruikt veel minder stroom en daardoor gaat deze nu niet gaan blinken. Beide knipperlichten werken eigenlijk ook als standlicht. Dan hebben we het gewone licht, groot licht en ook hier weer knipperlichten en uiteraard als laatste de klaxon. Die werkt ook. De remleiding had u waarschijnlijk ook al gezien. Die hebben we daarnet even vlug gemonteerd om te gaan kijken als we nergens in de problemen kwamen bij de installatie van de teller op de rest van de kabelboom. Nu dat dit allemaal in orde is, kunnen we de remleiding eigenlijk definitief gaan monteren en ook de rem gaan ontvluchten. Dus we gaan beginnen met deze terug los te maken, deze banjo. Want daar moeten uiteraard koperen dichtingen tussen. Dus we hebben hier de banjo en een banjo bout. Hierin zit eigenlijk een haartje. En als je die in de banjo zelf gaat steken, komt dit gaatje eigenlijk overeen met een uitsparing in de banjo. En die loopt dan eigenlijk verder naar de leiding tot aan de hoofdremcilinder. En zo kan je dus eigenlijk de remolie via deze banjo en de banjo bout naar de remklauw zelf gaan doen. Maar uiteraard, de gewone schroefdraad is uiteraard niet vloeistofdicht. Dus daar hebben we koperen ringen voor. Hetzelfde systeem als bij karter van de olie. Die gaan we ertussen gaan steken. En zo hebben we een vloeistofdichte afdichting tussen de banjo en de banjobout. Dus eentje aan de bovenkant. Gaat er zo in. Eentje aan de onderkant. En dan kunnen we die zo op de klauw gaan monteren. We gaan dan straks hetzelfde doen aan de bovenkant. Maar ook de remleiding hier zal straks ook nog bevestigd worden aan het spatbordje, waardoor er zeker geen contact mogelijk is tussen de remleiding en de voorband. Kunnen we nu het remvloeistofreservoir gaan openen en dan kunnen we eigenlijk starten met het ontluchten van de voorrem. Nu gaan we eigenlijk de remleiding, hoofdremcilinder en de remklauw gaan ontluchten. Dat wil dus zeggen dat we die gaan vullen met remolie. Dat is heel belangrijk, er mag eigenlijk geen enkel luchtbelletje meer inzitten, want dat nu is eigenlijk de volledige leiding, alles is nu gevuld met lucht. Maar lucht kan je gaan samendrukken, denk maar aan een grote compressor, die gaat eigenlijk effectief lucht gaan samendrukken. En dat is iets dat je net niet wil bij een rem, dus heb je eigenlijk een volledig luchtvrije leiding nodig, want anders ga je eigenlijk gewoon de lucht gaan samendrukken en dan pas je rem. Waardoor je, ze zeggen, typisch sponsige remmen daartegen, omdat je eigenlijk eerst de lucht gaat samendrukken, dan heb je eigenlijk weinig tot geen remkracht. Daarom hebben we hier op de remklauw de ontluchtingsnippel zitten, onder dit rubberen afdekkapje. Hier gaan we gewoon leiding met een reservoir gaan aankoppelen. Dit is niet speciaal voor remmen of zo, maar dit gaat ervoor zorgen dat de remolie die eruit komt samen met de luchtbellen wordt opgevangen in een reservoir. Dus dan kunnen we beginnen met bovenaan remolie te gaan indoen en dan kunnen we eigenlijk gaan pompen. En zo eigenlijk vloeistof naar beneden pompen en dan ook de lucht langs deze leiding eruit. Het voordeel hiervan is dat je hier ook luchtbellen ziet passeren en dus dat kan je ook effectief gaan zien wanneer dat er geen lucht binnen de leiding zit. We gaan handschoenen aandoen. We gaan niet alleen onze handen beschermen, maar ook de motorfiets zelf. Maar remolie is eigenlijk een bijtend product. Als dat op de lak terechtkomt, gaat die gaan oplossen. Dus moeten we ervoor zorgen, als we morsen, dat we dus een stukje papier of een vod of zo er rond leggen. Extra moeilijkheid is met de clip-ons, dat we behoorlijk schuine
reservoir hebben. Dus gaan we regelmatig moeten gaan bijvullen. Kijk ook zeker na in je handboek welk type remolie je moet gebruiken. Je ziet al luchtbelletjes in de remcilinder verschijnen. Dan zal ik zien naarmate dat je pompt dat het niveau eigenlijk gaat zakken. En dan weet je dat de remolie in de leiding gaat. Kun je regelmatig een keer de nippel gaan opendoen, maar altijd goed opletten dat je de remhendel eigenlijk gaat inknijpen terwijl die open draait, want anders heb je eigenlijk een open circuit en komt er terug lucht binnen. Dus altijd druk steken en dan pas open doen. Dan gaan we eventjes bijvullen. Uiteraard heel belangrijk dat er altijd voldoende remvloeistof in is, want anders ga je natuurlijk opnieuw lucht in de leiding gaan blazen. Dat we absoluut willen vermijden uiteraard. We zien hier al eerste remvloeistof en luchtbellen verschijnen. Je gaat ook voelen naarmate meer remvloeistof in zit en minder lucht, dan ga je ook meer weerstand gaan voelen op de remhendel. Nu kunnen we die nog volledig tot aan de clip-on gaan duwen, maar eens dat die aan het lucht is, is dat niet meer mogelijk door de opgebouwde druk. Maar uiteraard, nu komt er ook veel remvloeistof uit, dus moeten we er ook meer gaan bij doen. En dit doe je dus tot je geen enkele luchtbel meer ziet verschijnen. Maar er is ook nog een andere methode. Naast de handmatige manier kunnen we ook een remontluchter gaan gebruiken. Dit is een stukje makkelijker in de zin dat je de remnippel eigenlijk gewoon moet openzetten. Deze zorgt door de vacuüm eigenlijk dat er sowieso geen instroom meer is. Dus er wordt eigenlijk continu lucht en remvloeistof eigenlijk afgevoerd. Nadeel is wel dat je heel goed reservoir in de gaten moet houden, want dit gaat uiteraard een stuk sneller dan met de hand. We kunnen de remhendel eigenlijk al niet meer tot tegen het stuur trekken. Je ziet ook wel remvloeistof die terugkeert zonder lucht. Dus dat is te veel dat eigenlijk in de klauw zit, de way het remmen terugkeert. En dan zie je dat er eigenlijk al remdruk is. Hè. We hebben nu remdruk op onze remklauw, dus dan kunnen we het systeem zo hoog mogelijk proberen te vullen. Maar uiteraard niet helemaal tot boven gaan vullen. De dichting die erin zit, gaat de remolie ook nog een keer gaan verdelen, zodat bij het sturen de leiding eigenlijk nooit zonder remolie kan zitten. En zo zijn de elektriciteit en de remmen helemaal klaar. In de volgende aflevering plaatst Koen ook de uitlaten en kan hij een eerste test doen met het motorblok.